Door de wetswijziging van het decreet rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden komt de grondtitel erfpacht officieel te vervallen en is er alleen sprake van grondhuur. De wijziging is donderdagavond met 31 algemene stemmen aangenomen in de Nationale Assemblée. In een urenlange vergadering met daartussen een schorsing van meer dan 2 uren hebben coalitie en oppositie verschillende voorstellen gedaan om de rechtszekerheid in de wet te waarborgen. Beide partijen kunnen zich terugvinden in de uiteindelijke versie. Inderdaad, gedubbelcheckt. Er is een artikel 3 toegevoegd in de nota van wijziging. Dat is gedeeld. Er is verder geen bezwaar over de nota van wijziging. Nee? Goed, dan is dat wat we in stemming brengen. Ik breng in stemming de wet van houdende wijziging van het decreet rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden. SB 1982 nummer 12. Artikel 1 wordt op stemming. Artikel 2 wordt op stemming. Artikel 3 wordt op stemming. Considerant en intitulé wordt op stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewezen. Wie is voor? Bedankt. Wie is tegen? Ja, geen tegen. Wat betekent dat het ontwerp wordt aangenomen en het voelt goed aan om het te zeggen, algemene 31 stemmen. Goed, ik feliciteer een ieder die aan deze wet heeft gewerkt. Het is een hele belangrijke wet voor de rechtszekerheid van onze burgers, dat is al gezegd. Grond is een belangrijke zaak, een verworvenheid die we moeten hebben om te kunnen wonen en blijven. Dus met deze wet hopen wij een bijdrage daartoe te leveren. Ik breng in herinnering dat we het van belang vinden, de regering vooral, daar kijk ik naar, de aanscherping van de L-decreten, decreet dat gaat over gronduitgifte. Dat met deze stap we dus de stap zetten om het heel grond in uitgiftebeleid verder integraal te wijzigen. Omdat we vinden dat dat een basale voorziening moet zijn, goed geregeld, in belang voor onze burgers. Dus dat is de stap die we hierna zullen zetten. En er is een heleboel werk, dus we zullen niet te lang maken om op dat punt te komen. Goed, dan wil ik nog de gelegenheid stellen de initiatiefnemer, de woordvoerder van de initiatiefnemer, lid Simons, onze voorzitter DNA, en dan eventueel de regering. Dank u wel. Ik dank iedereen, vooral de mensen die echt hebben meegeholpen na te denken, heen en weer te discussiëren en hun voorstellen te doen die we hebben kunnen meenemen. Bedankt. En ik denk dat we weer iets hebben gerealiseerd samen voor de samenleving. Yes, bedankt. Minister Mustaja. Ja, tenslotte, als vertegenwoordiger van de regering, ongetwijfeld is wat we vandaag samen hebben gedaan op basis van opgedane praktijkervaring een goede basis, een noodzakelijke basis te hebben gelegd voor aanscherping van regelgeving via wetgeving ter vergroting van rechtszekerheid met een grotere mate van transparantie. En daarmee moeten we elkaar, maar ook de samenleving, feliciteren. En dank aan ieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd daartoe. Dank u wel. Ja, goed, minister, bedankt. Dus het dankwoord naar iedereen, de staf van DNA niet te vergeten natuurlijk. Minister van RGB natuurlijk en ook zijn staf bedankt. Dan sluit ik dit agendapunt af.